Ja, wat ging er goed? Inderdaad, die overwinningen waren natuurlijk heel mooi. Maar ook dat ik in de klassiekers toch echt wel mijn mannetje kon staan voor de ploeg. En in ieder geval tot 200 kilometer lang meeging. En dat is ook meteen wat er niet goed ging. Want de koersen zijn veel langer dan 200 kilometer. Dus dat moet nog wel even beter. Maar is dat dan niet goed gaan? Of is dat gewoon een gebrek aan hardheid, ervaring? Ja, die dingen. Het is ook niet erg als het een keer niet goed gaat, zeg maar. Maar dat hoop ik wel iets beter te gaan doen, onder andere. Waar stond jij vorig jaar binnen deze ploeg en waar sta je nu? Dat weet ik niet. Ik denk dat ik wel... ik ga meer sprintkansen krijgen, dus dat is een verandering. Ook de ploeg is er iets meer op ingericht, op sprints en de klassiekers. Dus we hebben gewoon een grotere kern, zeg maar, waarmee we al die koersen kunnen gaan rijden. En waarmee we ook samen kunnen gaan trainen om die koersen te gaan rijden. Dat zijn allemaal hele mooie dingen. En ja, voor die sprints ga ik wat meer kansen krijgen. Dus dat is wel, dat geeft wel vertrouwen natuurlijk. Laat ik het dan anders zeggen. Zie je jezelf nu meer als sprinter dan 12 maanden geleden? Ja, misschien een beetje wel. Maar ik ben zeker ook nog wel klassieker renner, zeg maar. Tenminste, dat wil ik graag worden. Dat vind ik uiteindelijk toch gewoon heel mooi om te doen. En ik hoop ook dat het nog binnen mijn mogelijkheden ligt. Hey, je zegt net, hè, ga meer sprints rijden. Heb je dan ook een eigen sprinttrein? Of hoe moet ik dat zien? Hoe ziet die eruit? Ja, we hebben echt wel een man of 10, zeg maar, die allemaal in die sprintkoersen of kunnen sprinten of voorbereidend werk kunnen doen. Ik weet niet of we echt met een vaste lead-out gaan werken, zeg maar. Maar goed, het zal wel... er zijn in iedere koers gewoon simpelweg omdat we meer mannen hebben, meer man beschikbaar om mij te helpen of om een andere sprinter te gaan helpen. Dus dan is het ook logisch dat je vaker dezelfde tegenkomt. Ja. Je zegt net ook wel, hè, die klassiekers wil ik blijven doen. Hoe zien de eerste maanden voor jou eruit qua programma? Ja, echt het hele begin weet ik nog niet. Daar gaan we het volgende week over hebben op trainingskamp. Dan sowieso dus een groot deel van de klassiekers. En dan wordt het een beetje de vraag of dat ik de Giro ga doen of de Tour. Dat is nu, daar zijn ze op kantoor hun hoofd over aan het breken, geloof ik. Wat zou je zelf liever doen? Ja, dat is lastig. De Tour is natuurlijk wel iets heel speciaals. En dat is ook nog wel een... toch altijd een droom om Parijs te halen, zeker na vorig jaar, na dit jaar. De Giro zijn wat meer kansen misschien voor mij. Dat is natuurlijk ook wel heel waardevol. Dus het zit voor mij een klein beetje in het midden. En de ploeg gaat het beslissen uiteindelijk. Hey, en qua die klassiekers, je zei net al, hè, die laatste 50 kilometer, dat ging nog niet zo volgend jaar. Heb je het vertrouwen dat het nu wel goed zit? Dat ik in ieder geval weer iets verder kom. Ik zal niet, durf niet te beweren dat ik nou in die 260 kilometer klassiekers volle bak finale ga rijden. Maar ik heb wel vertrouwen dat ik een klein uurtje verder kom, zeg maar. En ook bijvoorbeeld Parijs Tours ging het alweer een stukje beter. Was ik nog wel behoorlijk leeg, maar kon ik eigenlijk net niet aanklampen, zeg maar. En ik hoop nu weer een winter verder dat het dan dat het gewoon weer een beetje beter gaat. Er is bij Sunweb veel veranderd, hè, deze winter. Heel veel jonge renners komen erbij. Jij bent zelf natuurlijk ook nog een van die jonkies. Waarom is dit team zo geschikt voor jonge renners? Ja, goede begeleiding. Je wordt hier snel beter, denk ik. Ik denk ook dat het voor jonge renners fijn is om met jonge renners te zijn. Dat het gewoon toch een net andere sfeer is aan tafel misschien. Ik weet het verder ook niet waarom zij ervoor hebben gekozen. Ik ben er nog steeds heel blij mee omdat ik gewoon heel goed begeleid word. En een programma op maat krijg met hier en daar al kansen. Maar ook hier en daar al, hier en daar grote uitdagingen juist. Ik denk dat dat wel de belangrijke dingen zijn als je jonger rennen. Laatste vraag. Kun je tevreden zijn met het seizoen als je 0 overwinningen boekt? In theorie wel, maar het zal wel een beetje steken dan. Dus uiteindelijk wil ik gewoon vooral een betere renner worden en kijk ik ook wel wat verder vooruit. Maar het is dit jaar natuurlijk gelukt en het zou wel jammer zijn als het niet lukt. Gaan we kijken of je daar ook op kunnen afrekenen aan het eind van het seizoen. Dankjewel, Kees. Ja.